Mark van den Bogaert, nieuwe voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, mondvol. En dan voor de afdeling Helmond. Helmond, ja. Sinds kort het stokje overgenomen van Hein Gruiters. Waarom? Ik denk dat Hein van zijn pensioen wilde genieten. Hij was 11 jaar voorzitter en ik denk dat hij al een jaar op zoek was naar een opvolger. En die heeft hij nu gevonden. En hoe werkt dat? Word je dan gekozen of meld je jezelf aan? Ik ben aangesloten bij de Koninklijke Horeca Nederland. Ik ben lid. Als lid zit je dan voor. En dan werd er op een gegeven moment gevraagd, we zoeken nog nieuwe bestuursleden. Daar ben ik bij aangesloten. En dan werd er gevraagd, van, zijn er nog, willen er nog mensen voorzitter worden? Want hij wil stoppen en van zijn pensioen genieten. Daar heb ik me eigenlijk aangeboden en unaniem is gekozen dat ik de voorzitter werd van Koninklijke Horeca Nederland en dan van de afdeling Helmond. Dat moet jou wel goed doen, want het wil zeggen dat ze je dat toevertrouwen. Hè? Dat geeft heel veel vertrouwen en het is inderdaad ook wel de moeite waard. Ik denk dat Helmond op zich, maar Helmond Horeca zeker de moeite waard is om voor te vechten. Ja, zeker in deze tijd. Ja, we hebben zeker nog wat te doen. We moeten eerst dus de crisis doorkomen. En dan de goede banden die Hein heeft opgebouwd, wil ik dan graag voorzetten en uitbreiden. Terwijl jij zelf eigenlijk nog niet zo heel lang actief bent in de horeca in Helmond. Nee, ik ben 9 september 2019, dat is mijn eerste zaak. Daarvoor was ik in loondienst. Dus ik heb 1,5 jaar ervaring. Ik kom wel uit een horecafamilie, dus ik heb al achter de schermen wat gezien. Dan weet je wel wat er leeft. Ik weet wat er speelt en wat er leeft, dat klopt. Ja. Ja. En als je dan naar de Helmondse situatie kijkt, kun je een voorbeeld noemen van wat er dan leeft? Ik bedoel, we liggen natuurlijk allemaal in dezelfde stille tijd, leven we. Horeca dicht. Kun je voorbeelden noemen van bedrijven die jij kent, die het extra moeilijk hebben bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat alle bedrijven op dit moment moeilijk hebben. En dan, iedereen heeft het moeilijk, maar dan zal het nog extra moeilijk hebben. Belangrijk is natuurlijk de terrassen en dat de gemeente daar ook meewerkt. Dat we de terrassen mogen opzetten. En wat ook belangrijk is, hoe het gemist wordt nu. En nou zie je pas echt, een stad is niks zonder horeca. En dat is dan ook wel eigenlijk wel weer mooi om te horen. En dat het om Helmond te maken, daar hoort ook de horeca bij. Ja, het is extra duidelijk geworden wat de betekenis is van jullie aanwezigheid. Ja. En aan de andere kant, andersom natuurlijk ook, jullie hebben ook de aanwezigheid van de klanten nodig. Ja, absoluut. Hè. Ook de winkels, we kunnen niet zonder de winkels en ik denk dat de winkels ook niet zonder de horeca kan. Nou is er enige hoop gegeven door de minister-president. 31 maart is nu de datum. Had je op meer gehoopt? Ik had zeker op meer gehoopt. In ieder geval al een stapje eerder. Ik hoor heel veel wat niet kan, maar ik wil eigenlijk horen wat wel kan. En volgens mij kun je makkelijk met 30 man buiten op voldoende afstand al beginnen. En ondertussen ben je er voor elkaar. Kun je elkaar helpen? Wat noemen ze een voorbeeld van hoe je er kunt zijn als vereniging? In ieder geval ondersteunen elkaar. Luister waar de problemen zitten en het vertalen dan naar het landelijk en die dan weer lobbyen naar de politiek. Dus het lokaal allemaal verzamelen, doorspelen naar het lokaal of het landelijk en dan de lobby in gang zetten. En hoe is het contact met die politiek? Dat doet het landelijk dan. En ik denk dat ze goede zaken hebben gedaan. Altijd kan het beter, maar als ze het niet waren geweest, dan was het denk ik veel slechter geweest. En hier in Helmond? Met de lokale politiek, daar heb ik ook een warme band mee. We zijn natuurlijk ook gebonden met de landelijke beslissingen. Maar ik heb wel het gevoel dat ze er alles aan willen doen om de stad weer tot leven te brengen.